bij deze speciale editie van Zomergasten. Vanavond krijgen wij een heel aantal mensen aan tafel die wat gaan vertellen over het Walcartpark, over hun dromen, over de toekomst van het Walcartpark, over de mogelijkheden, over de onmogelijkheden misschien ook nog. We gaan het allemaal zien. Van harte welkom bij ons aan tafel, Jacqueline Verbeek, wethouder in de gemeente Zeist en onder andere verantwoordelijk voor dit park. Ja. Ja. En we willen het park eigenlijk nog mooier maken dan het al is. Ja. En het park kent natuurlijk een hele rijke historie. Het is ook een rijksmonument. En vroeger flaneerden daar de dames Walcart. En we willen nu graag dat ook de mensen meer van het park gebruik maken. Maar wat we nog belangrijker vinden is eigenlijk dat het park, dat het heeft zijn onderhoud nodig. En dan willen we de cultuurhistorie willen we daarin in terugbrengen. En dan zijn we aan het nadenken hoe we dat het beste kunnen doen. Dus het beste kunnen doen vanuit het groen, maar ook het beste vanuit de cultuurhistorie. Met respect voor de natuur, dat is ook belangrijk. Maar ook, hoe willen mensen graag het park gaan gebruiken? Ja, dat is een van de redenen waarom we nu aan tafel zitten. En waarom we dit programma onder andere doen. Om eens te kijken wat daar zo al leeft. Maar bij de gemeente zal ook het een en ander leven. Met betrekking tot de toekomst van het Walcartpark. Ja, we hebben de oorspronkelijke ontwerper in die familie, dat is meneer Kopijn, die hebben gevraagd van nou, hoe zou het park er vanuit de bedoeling ook van de gezusters Walcart er nu uit moeten zien? Wat is daarvoor nodig? Dat ligt een landschappelijke invulling ligt er nu. Maar we willen ook graag dat de inwoners van Zeist, de gebruikers van het park, ook deze week aangeven van hoe zouden wij het park graag willen gebruiken. En het mooie daarvan is dat alles natuurlijk in balans moet zijn. De cultuurhistorie, de natuur en het gebruik. En daarvoor vragen wij deze week om de mensen daar ook over mee te denken met ons. Ja, en als mensen nou met hele leuke plannen komen, in hoeverre hebben die ideeën invloed op de uitkomst? Nou, laat ik beginnen. Overal liggen, want hoe kunnen ideeën ingebracht worden? Misschien is dat ook nog een, even goed om te zeggen. Er liggen overal liggen er van deze hele mooie kaarten. Kaarten voor ook voor kinderen. Kinderen en spelen, hoe zouden die het zien? Stukje cultuurhistorie, natuur, maar ook horeca in het park. Wat zou je willen? Dus die kaarten kunnen op verschillende plekken in het park ingevuld worden en ingeleverd. Die gaan we allemaal verzamelen. En die ideeën die daaruit komen, gaan we kijken van nou, welke ideeën zouden passen binnen onze eigen uitgangspunten. En die uitgangspunten, dat is wat ik net zei, dat is de natuur, de cultuur. Maar dit gaat vooral over het gebruik. Hoe zouden we het park met elkaar als inwoners van Zeist willen gebruiken? Die gaan we inventariseren en dat krijgt u ook, leggen we ook terug. En dat gaat dan verder gebracht worden naar het college en naar de politiek. Mm-hmm. Dus al uw inbreng, ik zou zeggen, als u leuke ideeën heeft, breng ze zeker in. En die kunnen we dan meenemen in het verdere plan. Ja, dat plan van Kopijn, dat is een soort basisdocument, begrijp ik? Het is echt een landschappelijk plan. Het staat ook op de website van de gemeente, dus dat kunt u ook zien. Ja, en dan wordt dat meegenomen? Ja, dan gaan we je allemaal inventariseren, zoals dat zo mooi heet. We gaan kijken van welke ideeën kunnen echt niet. Bijvoorbeeld als iemand hier permanent een kermis zou willen. Nou, dat is denk ik niet iets wat we hier zouden moeten doen gezien de natuur, omwonenden en de balans waar ik het net over had. Maar ik hoorde net ook al een idee van een fontein. Nou, dat zijn natuurlijk dingen die we mee kunnen doen. Maar ook, hoe zou u willen dat het park wordt gebruikt? Bijvoorbeeld een schaatsbaan, de poffertjeskraam of een pannenkoekenkraam of wat dan ook. Maar ook dit soort activiteiten. Want je ziet dat door deze week die we nu georganiseerd hebben, dat zo'n park ook echt gewoon tot leven komt en ook weer gebruikt wordt door mensen. En dat is natuurlijk de bedoeling wat we met elkaar hebben. Ja. Wat heb jij, wat zou je nou zelf het liefste zien gebeuren hier? Ja, ik ken het park nog van de, ja, toch de poffertjeskraam en de muziekkoepel, weet ik niet helemaal meer of die er stond, maar dat is al wel een hele lange tijd geleden. En dat is toch wel een sfeer die je dan in het park
ook krijgt. En daaromheen kun je natuurlijk van alles bouwen. Ik zie ook voor me dat hier geschaatst wordt. En dat we met de Koninginnedag, dat de kinderen hier ook kunnen zitten. En dat soort activiteiten. Ja. Dus dat het echt weer gebruikt gaat worden. Oké. We gaan zoveel mogelijk ideeën inventariseren. Ja, ik hoop dat iedereen heel veel ideeën... Nou, ik hoorde net al wel dat de stapels al... Ja. Dus dat is mooi. Ja, er wordt al veel gereageerd. Dat is fijn. Mag ik je danken? Patrick, jij bent ecoloog. Ja, bosecoloog te gaan. Bosecoloog. Wat is het verschil tussen een gewone ecoloog en een bosecoloog? Dat laat zich wellicht raden. Ecoloog is heel breed georiënteerd. En ik heb mij specifiek zeg maar, met de natuurlijke dynamiek van bossen bezig gehouden tijdens mijn studie. Ja, oké. Okay. Dus, Is dit een bos? De Balkenpark, park en iedereen kan dat beleven. Hier staan om je heen schitterende beuken en eiken. Echt een heel oud, monumentaal eikenbeukenbos. En dit bos was er eigenlijk al, voordat het door de dames Balkenpark is aangekocht. Het maakt er namelijk deel uit van een van de vele landgoeden van de Stichtse Lusvoorhanden. Langs de Utrechtse weg, de as van de, zeg maar de Utrechtse weg, Griebergse weg. En wat ik al zei, dit bos, voordat we door de dames Balkaart deze gronden werden aangekocht, kwam hier dus al bos voor. Het is al meer dan 200 jaar oud en het maakte deel uit van het landgoed Middenhoeve, dat langs de Utrechtse weg voorkwam. En in die tijd is het bos al aangelegd en er liep een slingerend pad niet hier zo door. En ook een kleine vijver, dat doet hij het in één keer wel. Dus dit is echt wat je ziet, een soort kathedraal. Een kathedraal? Als je er onderdoor loopt, die hele hoge monumentale bomen. Ja. Met dat bladerdak, dat geeft echt een heel ruimtelijk mooi gevoel. Oké. Houdt een ecoloog zich ook bezig met dieren? Natuurlijk. Ja. Ja. Mooi. Nou, ik hoorde net al toen de zon onderging, hoorde je enige stadsvogels, met name merels. Mm-hmm. Nou verder, maar het is nu te donker om ze te kunnen zien, dan moet je eigenlijk uit het licht. Ongetwijfeld vliegen hier dwergvleermuizen rond. Die wonen meestal in huizen, in spouwmuren, maar hier forageren ze. En net als je ziet, je kan bij de verlichting kan je dat mooi zien, zie je al allerlei nachtvlinders vliegen. Ja. En dat zijn de prooidieren. Oké. Als zo'n park opnieuw moet worden ingericht, hè? Of moet een nieuwe bestemming krijgen, of een nieuw gezicht krijgen, een moderner gezicht misschien. Waar moet je dan aan denken als ecoloog? Waar moet je nou rekening mee houden met zo'n park? Nou, allereerst moet je goed kijken wat voor planten en dieren aanwezig zijn. Mm-hmm. Maar bij dit park is een heel belangrijk, het is een rijksmonument, dat is ook al door de wethouder aangegeven. Het heeft een monumentale status. Dan moet je ook de verschillende lagen die in het park aanwezig zijn, in cultuurhistorisch opzicht, ja, die moet je eigenlijk in kaart brengen. In de visie van Corbijn is dat ook gebeurd. En hier komt dat opgaande bos voor. Maar het park zelf is ingericht in de Engelse landschap of romantische landschapstijl. Mm-hmm. Dat kun je zien. Er zijn hele mooie doorzichten, hè, want ze hebben een afwisseling tussen bos, hoogopgaand bos. En daar is een soort, zeg maar, heesters zijn er op de grens naar het weiland of het gazon. En die gazons die zijn zo aangelegd dat je hele schitterende mooie vergezichten hebt. Nou, een andere karakteristiek, dus op de ruimtes gericht. Een andere karakteristiek is die vijvers, die zijn heel kronkelig, serpentineachtig, waardoor die in de einde verdwijnen. En dat geeft natuurlijk een heel romantisch gevoel. Dus je kunt je voorstellen in de tijd dat de dames Walcart hier liepen, ja, dat je gewoon een heel romantisch beeld hebt. Ja. Zou er dan ook veel romantiek geweest zijn hier? Nou, niet voor niets hè, maakt dit park deel uit van de Stichtse Lusvoorhanden. En die romantische stijl, ja, dat heeft ongetwijfeld heel veel romantiek opgeroepen. Ja. En ik zal me niet teruggaan naar mijn jeugd, want ik kwam hier ook regelmatig. Heb je dat wel eens gezien, denk ik? Dat zou heel goed kunnen. Als jij het helemaal voor het zeggen zou hebben, hè, met dit Walkerpark, wat zou je dan willen veranderen of wat zou je juist ontzettend willen behouden? Nou,
Het is een park wat een intieme sfeer in zich draagt. Vroeger waren de wallen, het was heel besloten. En eigenlijk als je vanuit de stedelijke omgeving dit park inloopt, dan voel je eigenlijk een soort rust tot je komen. Vroeger was dat veel sterker, want er waren hier wallen aanwezig, was het dicht begroeid. Nou, die rust hè, en vrede, ja, dat is denk ik een gevoel. En dan hoor je ook in één keer de vogels fluiten. Mm-hmm. Ja, dan heb je een soort innerlijke beleving. Dus ik naar dit park kijk, en dan zou ik wel heel graag zijn dat binnen dat kader, hè, met behoud van de cultuurhistorische versterking van die elementen, ja, dat het een soort park voor vrede en innerlijke rust. Er zijn hier ook 3 oorlogsmonumenten. Mm-hmm. Ja, en het zou natuurlijk fantastisch zijn als 's ochtends vroeg hier yoga gegeven werd. Ik dacht dat er deze week ook yoga gegeven werd. Mm-hmm. Een stiltewandeling, waardoor je eigenlijk ja, niet alleen tot innerlijk tot rust komt, maar ook alle vogelgeluiden hoort. Nou, dat kan fantastisch in harmonie met de natuur en de cultuurhistorie. Mm-hmm. En als ik dan zeg van, maar ik vind het ook wel leuk als zo'n park gebruikt wordt om eens een leuk popconcertje te geven. Ja, daar sta ik zelf wat kritischer tegenover. Ik denk, heel mooi, ik vond altijd Walkart, hè, de kunstmarkt. Ja. Ja, dat past dan weer helemaal bij die sfeer die hier aanwezig is. Ja. En ik zou er ook niet op tegen zijn trouwens, als de orangerie, hè, die is nu naar de Swassieweg verhuisd, op één plek die geschikt is weer terug zou komen. En dat die bijvoorbeeld voor ja, kunstactiviteiten of het historisch genootschap. Mm-hmm. Want Zeist heeft een enorm rijke historie op het gebied van cultuur en natuur. En juist dit is een parel waar zo'n activiteit heel erg geschikt is om juist zeg maar, ja, het karakter van Zeist als parel van de Stichtse Rustlanden uit te dragen. Hm. En dat zou heel mooi kunnen, denk ik, in zo'n orangeriegebouw. Ja. Dus de orangerie moet weer terug? Als die op de goede plek zou komen, hij heeft een historische plek, ja, dan denk ik dat het park ook kan verlevendigen door de activiteiten die daar plaatsvinden. Ja. Maar een popconcert, ja, dat geeft heel veel, dat zou je gewoon op het Emmaplein moeten doen, in mijn ogen. Ja. Ja. Maar niet in zo'n park. Nee. Oké. Okay. Ja, dat mag hoor. Mag best voor applaudisseren als u het daarmee eens bent. je noemde net die wallen, hè? Die waren eerst heel hoog. Ja. Of een stuk hoger dan nu in ieder geval. Ik heb begrepen dat het vooral bedoeld was om een beslotenheid te creëren. En mensen die hier rondliepen het idee te geven dat ze in een groot bos rondliepen. Waarin je niet buiten het bos kon kijken. Maar we leven in een beetje andere tijd. Het is de tijd van de transparantie. En moet het niet heel erg open aan de zijkant, zodat mensen kunnen zien dat dit er is? Nou, als je het heel erg open maakt, en eigenlijk is het al veel opener dan wat het vroeger was, ja, dan komt eigenlijk de invloed van de stad komt heel sterk in, zeg maar, in het park. Mm-hmm. Terwijl het hele ontwerp juist was opgericht om tot ja, de beslotenheid, de beleving te komen. Dat je in één keer zo vanuit ja, de stad, zij is het officieel een dorp natuurlijk. Ja. Maar goed, dat je meteen ja, je in een natuurlijke omgeving voelde. En ik ja, denk juist dat dat contrast een heel, heel sterke kwaliteit van dit park is. Ja. Ja. Want anders wordt het meer een stadspark mm-hmm, in plaats van een lustwarandenpark, wat ja, het is. Ja. Dus vind je dat je zo'n Walkertpark niet mag vergelijken met bijvoorbeeld een Vondelpark? Nou, een Vondelpark is ook in de Engelse romantische stijl aangelegd. Mm-hmm. Ik heb daar ook vele malen gepicknickt. Het is een fantastisch mooi park. Dus, maar dat is ook besloten in zijn randen en open van binnen. Ja. Dus in die zin is het heel vergelijkbaar ja, qua kenmerken. Ja. Oké. Okay. Goed. Als jij nu op dit moment rondkijkt in dit park, word je dan, wat doet dat park dan met je? Word je daar blij van? Of vind je dat het, is het verwaarloosd? Het zal duidelijk zijn dat het wel degelijk, in die zin, de structuren zijn nog herkenbaar. Daar word ik heel blij van de oude monumentale bomen. De doorzichten word ik enthousiast van. Maar vooral de beplanting is heel erg versoberd. Je ziet heel veel ja, sneeuwbes. Ik bedoel, rhododendron past nog en passen op zich wel, maar niet in als massa. Nee. Het zou veel meer opgevrolijkt kunnen worden met schitterende, bloeiende heesters. Dat is ook voor insecten fantastisch en daarmee weer uiteindelijk ook voor allerlei dieren die daar weer van leven. Mm-hmm. Het
Dus ik zou zeggen, ja, geef dat park een kwaliteitsimpuls. En dat kan vooral in de randen en in de borders. Waardoor het helemaal opvrolijkt. En iedereen die in het park komt meteen ja, een zomers gevoel krijgt. Ja. Oké, okay, dus wij moeten weer lekker kunnen genieten van een besloten plek. Waar we romantisch rond kunnen lopen. Waar we mooie begroeiing hebben. Een afwisselende begroeiing. Hoe kijk je tegen het onderhoud aan? Ja, het onderhoud, ik denk dat ook vanwege bezuiniging, dat kan ik niet goed beoordelen. Maar ik heb niet het idee dat er een totaal ontwerpplan aan ten grondslag ligt. Ook in het plan Copijn niet? Oh, in het nieuwe plan Copijn, ja. Daar doet men allerlei voorstellen, juist om het plan weer op te vrolijken in die zin. Ja, ja, dus met alle verschillende planten en daar komen dan vanzelf weer dieren op af. Ja. Dus dat is op zich, zitten daar hele goede elementen in, wat de beplanting betreft. En ik zou ook voorstellen, kijk, ik zie dat bij heel veel parken, ook onder andere hier bij de Dieptetuin. Het zou mooi zijn, ik weet niet of het er is, als er Vrienden van de Walkerpark komt, die gewoon meehelpen vanuit een bepaalde visie, om nou ja, mede bijdrage leveren aan het onderhoud. Ik bedoel, je ziet, dan betrek je ook meteen de buurt erbij. Ja. En dan kun je ook, ja, als er vervangen moet worden, en natuurlijk moet dat wel deskundig gebeuren, ja, dan kan dat samen met de bevolking. Ik denk dat ik zie dat ook bij het Van Boetselaar Park in de Beeld onder andere. Mm-hmm. En dat is echt fantastisch. Daarmee komt zo'n park tot leven en ook de activiteiten in zo'n park. Ja. Weten we dat? Is er een Vrienden van het Walkerpark? Weet iemand dat? Hebben we een Vrienden van het Walkerpark? Nou, die moeten dan in ieder geval komen, lijkt me. Dat zou heel mooi zijn. Ja, ja. Oké. Okay. Probeer eens in één zin te zeggen, over 5 jaar, als ik hier het Walkerpark in wandel, dan kijk ik om me heen en dan zie ik... Overal bloeiende planten en leven. Ook van mensen die ervan genieten. Dankjewel, Patrick. We gaan naar onze volgende gast. En dat is niet een gast, maar dat zijn gasten. Het is ontzettend bijzonder dat we het toch voor elkaar hebben gekregen om de dames Walkert uit te nodigen. Dus mag ik die verzoeken om aan tafel te komen. Dames, fijn dames dat u aanwezig bent. Ja, ja, het was inderdaad een hele tocht. Je kan wel zeggen dat het een helle tocht was. Nou ja, des te meer reden dat we heel erg blij zijn dat, dat u er bent. Dat u hier bent in uw eigen park. Oh, mag ik u even corrigeren, meneer? Want dit is natuurlijk niet ons park. Het is niet ons eigendom. Dit park is door ons geschonken aan de gemeente Zeist. Dit park is door jou geschonken, Marianne. Ja, dat klopt natuurlijk, Hendrika, want helaas was jij al van ons heen gegaan. Het was een legaat. Een legaat, ja. Nou ja, in ieder geval zijn we u daar heel erg dankbaar voor. Misschien dat we even toch beginnen met... wilt u wat drinken? Graag. Maar mag ik u even vragen of u ons misschien, dat wij ons mogen voorstellen? Want vroeger was het namelijk heel gewoon aan het begin van een conversatie dat we even konden vertellen wie we waren. Het spijt me. Gaat uw gang. Mijn naam is Marianne Henrietta Walkert. Ik ben geboren op 9 augustus 1824 te Amsterdam. En ik heb daar ook mijn laatste adem uitgeblazen op 2 maart 1904. Dus dat weet u al. Ja, meneer, laten we er nou geen doekjes om winden. We weten natuurlijk allemaal dat wij hier een toneelstukje opvoeren. Dus laten we elkaar er niet voor het lapje houden. Hè? En mijn naam is Henrietta Susanna Petronella Johanna. En ik ben geboren te Amsterdam op 31 oktober 1819. En overleden te Zeist op 6 augustus 1901. Fijn, dank u wel. Nou, dan weten we wie we voor ons hebben. Zullen we dan nu, mag ik u wat inschenken? Een wijntje, wit, rood? Graag. Voor mijn zuster graag een glas water en ik een glas rode wijn, alstublieft. Prima. Een glas water. U heeft een heleboel namen genoemd, maar wat is dan uw echte voornaam? Hendrika. Hendrika.
Een glaasje water voor Hendrika. Een glaasje rood. Dat is zeker modern. Ja, tegenwoordig zijn ook de goede wijnen voorzien van een draaidop. Dank u wel, meneer. Alsjeblieft. Hebt u niet stiekem toch een glaasje wijn voor mij? Straks, Hendrika. Proost. Straks, Hendrika. Goed. Proost dan maar. Ja, gezondheid, dames. Santé. U vertelde dat u bent geboren in Amsterdam, maar u bent dan geen Zeistenaars? Nee. Wij zijn geboren en getogen Amsterdamse, allebei. Maar wij brachten de zomers door in Zeist. U kunt zich in de zomer niet zo goed in Amsterdam bewegen vanwege de reuk van de grachten. Dus wij hadden hier ons buiten en elke zomer waren wij hier. Dat buiten bevond zich ongeveer op de plek waar nu Eetcafé Le Baron is. En daar was ons woonhuis, onze buitenplaats. Ja, de buitenplaats. Inderdaad. En wij stammen uit een geslacht van dominees. Wij brachten eerst de tijd door in Helmond en daarna in Dordrecht. En onze vader uiteindelijk heeft zich gevestigd in Amsterdam. In Amsterdam? Ja, juist in Amsterdam. Ja. In Amsterdam? Ja. Uw vader was ook dominee? Nee. Nee? Nee. Nee. Wat deed hij dan? Wat was hij? Koopman. Ja. Ik verstond het niet zo goed. Koopman. Koopman? Ja. Dus haha. Nou ja, daar hoeft u niet zo beschroomd over te zijn. Ik neem aan dat hij daar een behoorlijk fortuin mee heeft vergaard. Maar ja, ach meneer, u kunt zich toch voorstellen. Eerst een eervolle roeping tot dominee. Al die generaties lang en dan ineens een koopman. Ja. Ja, goed. Mag ik vragen waarmee hij zijn fortuin heeft vergaard? Wij praten in onze familie nooit over geld, meneer. Goed, neemt u me niet kwalijk. Nou ja, we zijn in ieder geval blij dat het zo gelopen is met uw vader en dat hij een aardig fortuin heeft vergaard. Blijkens het testament, wat ik uiteindelijk toch ook nog onder ogen heb gekregen. Nou ja, anders hadden we nooit dat Walkerpark van u gekregen. Het heette toen anders hoor, het heette toen Overbos. U heeft het Overbos geschonken. Ja. Prima. Wat was eigenlijk uw bedoeling met het park? Ja, Marianne, wat was eigenlijk jouw bedoeling met het park? Nou, het moest een algemene publieke wandelpark worden. Eigenlijk in de geest van het Vondelpark. Daar waren wij toch allebei zo blij van het Vondelpark. En dat wilden we Zeist ook zo graag geven. We waren zo gek van het Vondelpark dat we zelfs in ons testament hebben vastgelegd om aan de vereniging tot instandhouding van het rij- en wandelpark Vondelpark 10.000 gulden te schenken. Ja? Naast het Overbos natuurlijk. 10.000 ja, gulden? Ja. Nou, dat is een aardig bedrag. Zeker. 10.000 gulden in die tijd. Heeft u nog verdere bepalingen geregeld in dat testament? Nee. Oh? Nee. Wij hopen gewoon van ganser harte dat dit park wordt voortgezet in onze geest. Natuurlijk met inachtneming van de goede smaak. De goede smaak. Precies. Nou, ik neem aan dat u wel tevreden zult zijn met hoe dat nu geregeld is. De Rijksdienst voor de Monumentenzorg en de Zeister Monumentencommissie. Dat deze twee instellingen de uitstraling van het park bewaren. Ik denk dat ik daar wel tevreden over ben, hoewel ik die mensen natuurlijk persoonlijk niet ken. Nee. Nou, ik hoop alleen wel dat het gelijke tred heeft gehouden met het Vondelpark te Amsterdam. Want u weet natuurlijk wel, Amsterdam heeft het. Maar ik houd van Zeist.
Proost. Nou, proost, dames. Wat fijn. Dank u wel voor dit gesprek. Het is heel fijn dat u even kon komen. Graag gedaan. Dames en heren, de dames Walkart. Ja.